Tabata. Virgem Mense Tabata. In juli is natuurlijk inderdaad de officiële datum waarbij het slavernijverleden herdacht wordt en tevens de afschaffing daarvan gevierd. Hier vieren we het inderdaad nu in dit weekend en ja, ik zou zeggen, waarom niet nu? Het is dicht op de datum, er zijn zoveel activiteiten op 1 juli, dus ik denk dat dat een hele mooie gelegenheid is. Het is niet de eerste keer dat het festival wordt georganiseerd. Voor jong en oud is er wat te doen. Het wordt al jaren georganiseerd, staat ook heel goed bekend. De touringcars komen dan letterlijk ook deze kant op. Dat is leuk. En wat staat er allemaal te gebeuren deze middag? Ja, wat niet. De middag opent met een plengoffer. Dat is een ceremoniële handeling eigenlijk door Mirjam Markelo. Na de opening heel veel aanbod aan muziek en dans van verschillende groepen. Maar daarnaast ook wel workshops. Bijvoorbeeld in Anguissa maken. Dat is die mooie hoofddoek, die Surinaamse hoofddoek die dan op verschillende manieren gedragen kan worden. Dus daar is uitleg over. Lezingen, workshop okra soep maken. Je kan een rondje lopen over de food- en non-foodmarkt. Kinderen kunnen hun butten maken en nog veel meer. De bezoekers van het festival komen vanuit het hele land. Sommigen zijn er al vaker geweest, maar voor anderen is het de eerste keer. We zijn met de hele groep. We zijn met een vereniging, een seniorenvereniging, Bellamy, vanuit Amsterdam-West. En dit is altijd een speciale dag voor ons. Onze excursie naar het Afrika Museum. Gezellig. Ik moet zeggen, ik kom voor het eerst hier omdat mijn hele familie hier zit. En altijd leuk over gesproken, maar ik maak het voor het eerst mee. En dat vind ik leuk. Het is voor ons de eerste keer. Ja? Mijn moeder is een aantal malen geweest en die gaf aan van kijk luister, jullie moeten ook komen. En vandaag zijn we dus gekomen om te kijken. En het is indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, heel veel mensen. Het festival gaat voornamelijk om het herdenken van de slavernij en de bevrijding daarvan te vieren. Mensen vinden het belangrijk om gebeurtenissen uit het verleden door te geven aan de volgende generatie. Mijn kleinkinderen zijn mee, omdat ik ze ook dit wil meegeven. Hè? Het is een stukje cultuur, het is een stukje belevenis voor hun. En dat vind ik geweldig om over te dragen.